Hey Imke, ik liep laatst door het winkelcentrum. Ja? En ik schrok me kapot. Ik dacht dat ik Billie Eilish zag lopen. Nee, joh. Maar volgens mij klopt dat niet helemaal. Daar heb jij een nieuwtje over. Nee, dat klopt inderdaad niet helemaal. Want dat kan dus iemand zijn die zich verkleedt als Billie Eilish. En daar is Billie Eilish dus ook heel erg boos over eigenlijk. Ze vraagt ook aan haar fans om zich niet meer voor te doen als haar. En zich te verkleden als Billie Eilish. Om andere mensen dus gek te maken. Want dat gebeurt dus schijnbaar heel erg veel. Want recent verschenen er een aantal YouTube-video's waarin ze te zien is hoe fans zich dus verkleden als Billie. En dan nemen ze zelfs bodyguards mee. En ze is daar gewoon eigenlijk helemaal klaar mee. Ze vraagt dus echt de fans, hey, stop daarmee. Maar ze ziet ook wel een beetje de humor ervan in, want sommige imitatiepogingen zijn echt helemaal geen succes. Ik vind het bijna echt een randebiel als je dat doet. Ja, dat denk ik ook. Het staat helemaal nergens op. Ik waarom zou je dat niet doen? Nee. Ja. Ik baal wel, want dan kan ik dus weer een andere carnavalsoutfit gaan uitzoeken. Ja. Heel jammer dus. Nee, maar ik snap het toch. Ik snap er helemaal niks van. Ja, ik heb wel eens een keer een video gezien dat iemand Justin Bieber nadeed. Dat is wel echt gekkenhuis. Als je met wat bodyguards over straat gaat lopen, mensen denken serieus dat jij dat bent. Dat je dan Justin Bieber bent, maar... Nou, zal ik eens nog gekker vertellen? Ik weet niet of je het YouTube-kanaal Bondgenoot kent. Nee. Die hebben een keer een willekeurige dame de straat opgestuurd met bodyguards. Ja. Een beetje uit de hoogte gaan doen. Nou, iedereen wil met haar op de foto. Terwijl ze niet kent haar. Super grappig is dat. Ja. Maar ja, wat doen jullie? Hè? Als jullie dan bijvoorbeeld, als je ergens bent en je ziet dus bodyguards lopen en iemand. En alle mensen staan er omheen om foto's te maken. Ik ga er dan ook naartoe hoor. En dan denk ik, oké, wie is dit? En dan ga ik vragen, wie is dat? En dan, want dat was dus toen ik laatst op vakantie was. Toen gebeurde dat dus ook. En toen zeiden mensen, ja, het is die en die. Toen dacht ik, ja, ik ken diegene niet, maar ik doe ook maar gewoon of het cool vindt. Ik zou het wel gaan uitzoeken, maar ik zou sowieso, als ik iemand niet ken, met diegene op de foto willen. Nee, oké. Okay, ik zou er echt totaal geen aandacht aan besteden, denk ik. Jij loopt gewoon door? Ja, want ik heb, 2 jaar geleden was ik op vakantie in Kroatië, waren we ergens bij een haven en er lag echt een hele dikke jacht. En op een gegeven moment kwamen er allemaal limousines aan. Ja. En mensen met van die security pakken en zo. En ik had wel gevraagd van wat is hier aan de hand, weet je wel. En op een gegeven moment, ik ging even kijken. En kwam er gewoon zo'n hele, hele arrogante, rijke familie van het schip af. En toen dacht ik echt van, ja, maar hier ga ik geen aandacht aan besteden. Ben ik doorgelopen. Ja, echt met van die Gucci-schoenen, met die bijtjes erop. Echt, joh, val dood. Met van die bijtjes ja, nee, maar echt. Ja, nee, maar ik kan echt heel slecht tegen. Dat was gewoon een rijke familie, weet je wel. Dat was helemaal niks. Dat was helemaal niemand. Het was gewoon een familie die te veel geld had en een cruisevakantie op een jacht. Of nou ja, een jachtvakantie hadden gedaan. Maar ja, goed, als er dus van die bodyguards lopen, dan ga je toch wel heel even kijken van, hey, wie is dit? Want misschien is het wel iemand. Ik had eigenlijk gedacht dat het Leonardo DiCaprio of zo was. Of Orlando Bloom. Nee, ben serieus. Want die waren volgens mij in die regio op dat moment. Dat ik echt van, ja, en Leonardo DiCaprio, ik ben echt groot fan van hem. Dus ik dacht, daar kan misschien even op de foto. Het kan dus een zeikfamilie uit. Ja, dus je was gewoon heel erg teleurgesteld. En daarom zeg je nu zeikfamilie. Ja, nee, maar nee, ik kan dat heel, is het. Nee, maar ik dat kan is heel het. Slecht hebben. Ja, die frustratie die komt er nu ook gewoon uit. Ja, maar die mensen die... Ja, maar dat slaat toch... Kijk, als je... Ja, maar waarom slaat het nergens op? Ze hebben heel veel geld en ze zijn gewoon lekker... Ja, ga toch weg, man. Ja, nee. Nee, ja, maar het was ook... Kijk, ik volgens mij gaan we hier niet uitkomen. Ik woon in Kijk, hè. Kijk ernaast. En daar zie je ook af en toe wel zo'n familie. En die staan dan ook met zo'n blouse en zo'n fles champagne op het dek. Nee, echt van jongen, gaat... Ga naar de hel of zo, weet ik veel, ja. Ik hoor hier een beetje jaloezie. Ja, ik werk dan bij de bioscoop, 7 euro per uur. Ja, dat zou ik echt niet missen in het leven. Ja, echt heel triest. So drink from me, drink from me.